Het journaal Laat met Fatma Taspinar. Een heel goede avond. Het was een prachtig paasweekend en dat maakte het blijkbaar moeilijk voor sommige mensen om zich aan de regels te houden. Over het hele land, van aan de kust tot in het zwaar getroffen Limburg, kreeg de politie meldingen binnen van mensen die de coronamaatregelen aan hun laars lapten. Vaak waren het zelfs andere burgers die de overtredingen gingen melden bij de politie. Het aantal meldingen is fors gestegen, voornamelijk over feestjes. Feestjes bij mensen thuis, gisteren barbecues, deze nacht feestjes in appartementen, in huizen. Verder zien we veel verkeer onderweg en ook wel wat meldingen van de warenhuizen. Van mensen die gewinkeld hadden en die zeiden er worden veel te veel mensen binnengelaten. Loopt zodanig de spuigaten uit op bepaalde ogenblikken dat wij niet kunnen volgen met het aantal incidenten. En dat in de provincie Limburg, die zoveel coronaslachtoffers heeft. De politie is verbaasd over de nonchalance en slaat alarm. We zien toch ook een groeiende groep die zeer negatief reageert op opmerkingen en die vlak af zeggen, ik doe daar niet aan mee. We hebben vrijdagavond een klacht gekregen van een gemeenteraadslid die slaag gekregen heeft van iemand aan wie hij een opmerking maakte, omdat hij de regels overtrad. In Gent lopen automobilisten tegen de lamp die geen essentiële verplaatsing doen. Ze krijgen onverbiddelijk een boete van €250. Je moet elke week wisselen van auto's. En ja, mijn maat dacht gewoon de kamer komen ophalen en blijven was dat niet genoeg voor meneer. En hier in Blankenbergen zien we toch ook nog veel mensen te dicht bij elkaar. Gisteren was het zelfs nog drukker. Toch nog veel mensen willen naar de kust. Uit rondvraag bij de verschillende korpschefs bleek dat op de publieke ruimtes dat het al bij al meevalt. Er is natuurlijk wel volk, maar men houdt zich aan de afstand. Maar wat we zien is natuurlijk ook het goede weer. Dat rechte verplaatsing is naar appartementen, naar tuinen, barbecues worden gegeven. Goed, en op die manier stel ik ook vast dat mensen spontaan beginnen te bellen om te zeggen, kijk, gouverneur of aan korpschefs, er gebeurt daar iets, er moet opgetreden worden. Ja, er lijkt dus een soort moeheid op te treden tegen de maatregelen. We zitten dan ook al een tijdje in lockdown. Toch is het nu nog veel te vroeg om de regels te versoepelen. En is het heel belangrijk om zeker nu vol te houden. Sterker nog, volgens viroloog Mark van Ranst, zullen de maatregelen zelfs verstrengd worden als we op deze manier verder, als sommige mensen, de regels aan hun laars blijven lappen. Hij noemt het gedrag van die mensen dan ook onverantwoord. Wel, wanneer we deze regels niet naleven, dan gaan we echt naar een soort van Wuhan-style lockdown, waar je niet buiten mag. Dan is er geen sprake van sporten. Dan mag je enkel nog naar de winkel. En wanneer je in de essentiële sectoren werkt, dan kan je gaan werken en voor de rest niet. Nog een keer, daar willen we niet naartoe. Want mensen beseffen echt niet hoe dicht we daarbij staan wanneer we deze curve niet verder naar beneden krijgen. Ja, en die curve moet naar beneden, al ziet dat er langzaamaan goed uit. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames door het coronavirus blijft dalen. Er zijn ook minder overlijdens dan gisteren, al blijft het natuurlijk wel erg veel. 268 nieuwe sterfgevallen zijn er gemeld in de voorbije 24 uur. 114 mensen stierven in de ziekenhuizen, 150 in de rustoorde en 4 mensen overleden thuis of op andere plaatsen. Dat brengt het totale aantal doden door corona in ons land op 3600. 392 mensen zijn bijkomend in het ziekenhuis opgenomen. Daar liggen nu 5353 patiënten met een coronabesmetting. Het aantal besmettingen en het aantal doden blijven hoog in ons land. Zeker als je gaat kijken in de woonzorgcentra dus. Het lijkt wel alsof we het in België, coronagewijs, veel slechter doen dan in andere landen, Nederland bijvoorbeeld. Maar dat klopt niet helemaal als je heel correct gaat vergelijken, legt collega Koen Wouters uit. Wij tellen ook verdachte gevallen. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die ziek worden in een rusthuis waar ook al andere mensen overleden zijn. Die tellen wij mee in onze statistieken. In Nederland tellen ze alleen de mensen die wel getest zijn en die overleden zijn in een ziekenhuis. Officieel hebben wij dan 3600 overlijdens. In Nederland 2737. Maar als je nu zou zeggen, wij nemen dezelfde definitie als Nederland, namelijk alleen de mensen die overlijden in het ziekenhuis waarvan we 100% zeker zijn, dan komen we maar aan 1954 overlijdens. In Nederland zijn ze wel met meer. Dus als je dat dan weer objectief wilt vergelijken, moet je dat gaan uitrekenen per miljoen inwoners. En dan? Dan zitten wij aan 170 overlijdens per miljoen inwoners en in Nederland aan 158. Een ietsje minder, maar
die epidemie is ook nog niet gedaan. Die is nog aan het evolueren, zowel in Nederland als bij ons. Dat maakt het eigenlijk heel lastig om op dit moment te vergelijken. In Anderlecht zijn nog eens 30 jongeren bestuurlijk aangehouden, dat om te vermijden dat er nieuwe rellen zouden uitbreken. De jongeren die hielden zich niet aan de quarantaineregels. Ze kwamen gisteren urenlang op straat in Anderlecht, ondanks het samenscholingsverbod, om te protesteren tegen de dood van een 19-jarige tiener. Die overleed vrijdagavond toen hij wegvluchtte van een politiecontrole en op een politievoertuig botste. Gisteren kwam het tot rellen. Vandaag is de politie op een andere manier te werk gegaan om de situatie onder controle te houden. Vandaag was onze tactiek die we afgesproken hadden, ook met administratieve overheden, toch wel iets verschillend. Ze zeggen dat wij geanticipeerd hebben, dus het terrein zijn gaan bezetten en tussengekomen zijn bij de minste samenscholing van jongeren, wetende dat het toch zou opnieuw gaan uitdraaien op wat wij gisteren hebben gekend. En dus zijn wij preventief overgegaan tot aanhoudingen. Dus wij zitten in een totaal op een 100-tal arrestaties sinds gisteren. Afstand houden, het is een van de belangrijkste regels tijdens deze lockdown. Het is al vaak gezegd ook. Maar ook een professor en een assistent van de Universiteit Gent hebben er hun voeten aan geveegd afgelopen vrijdag. Ze waren bijeengekomen om een les te geven via het internet. Toen de politie langskwam na een klacht over geluidsoverlast, ontaarde de situatie helemaal in gescheld. De universiteit heeft de twee intussen op non-actief gezet. Dus we zijn al de studenten de lijst van aanvaarden. De professor en de assistent zijn al uren live aan het uitzenden als om 1:30 s'nachts de politie langskomt. De buren hadden geklaagd over te luide muziek. De assistent geeft zijn identiteitskaart als de politie het vraagt. De professor weigert. Het escaleert. Hey, wat is uw probleem eigenlijk? Ik ben Wat is uw probleem? Wat is uw probleem? Ja, dat is heel nu, meneer. Ik geef mijn identiteitskaart. De politie wijst hen erop dat ze de coronaregels overtreden door samen te zijn. Het maakt geen indruk. Welkom in Nazi-Duitsland. Welkom in Nazi-Duitsland. Dit is echt belachelijk. Op een bepaald moment zijn 150 studenten de livestream aan het volgen. Als de politie uiteindelijk vertrekt, klinkt er weer een Hitlergroet. Zie heil. Daarop komt de politie terug. Ik ben les meer wetgeving. Ja, zeg maar. Het zulken, zich hard, uitkanderen, is aanzetten tot racisme. Absoluut niet. Intussen mogen de twee geen les meer geven van de Universiteit Gent en geen contact meer hebben met studenten. Het proces verbaal is overgemaakt aan het parket. Als dit niet de beste livestream in jaren is, weet ik het ook niet meer. Ja, intussen hebben de professor en de assistent hun excuses aangeboden. Ze zeggen dat ze beseffen dat hun uitspraken en hun gedrag ongepast waren. De benedictio Dei omnipotentis, patris, et filii, et spiritus sancti, descenda super vos et maniat semper. Amen. Paus Franciscus heeft in Rome zijn traditionele zegen gegeven aan de stad Rome en de hele wereld. Dat gebeurde uiteraard niet voor een mensenmassa deze keer op het Sint-Pietersplein. De paasvieringen in het Vaticaan vonden plaats in de Sint-Pietersbasiliek met een heel beperkt publiek. De paus hamerde op internationale solidariteit tijdens deze crisis. Hij probeerde ook troost te bieden en sprak over hoop en over de moed van de helden in de strijd tegen het virus. Gesù, nostra Pasqua, dia forza e speranza ai medici e agli infermieri che ovunque offrono una testimonianza di cura e amore al prossimo fino allo stremo delle forze e non di rato al sacrificio della propria salute. Con queste riflessioni vorrei augurarvi a tutti buona Pasqua. En ook bij ons was er ondanks corona een speciaal moment ter ere van Pasen. De Belgische bisschoppen die hadden gevraagd om overal de klokken te luiden om 12 uur. Dat werd massaal opgevolgd. Niet alleen om Pasen te vieren trouwens, maar ook bij ons als steun voor alle zorgverleners. En als teken ook van hoop voor iedereen die lijdt in deze tijden van corona. Ik voel dat de mensen die hoop verwachten en ik denk dat ons geloof precies de motivatie is voor die diepere hoop. Er zijn nog periodes geweest van grote tegenslagen of dingen die kunnen gebeuren. En het geloof biedt dan een grote hoop aan, daar ben ik van overtuigd. En veel troost misschien ook. Troost en hoop om het samen goed te doen.
Naar het Verenigd Koninkrijk dan. Daar heeft de Britse premier Boris Johnson het ziekenhuis verlaten. Johnson testte positief op het coronavirus en bleef 10 dagen in thuisquarantaine. Daarna werd hij toch voor een week opgenomen in het St. Thomas ziekenhuis in Londen. Hij lag 3 nachten op intensiefverzorging. Maar de Britse premier mag nu dus toch weer naar huis. Maar hij zal niet meteen terug aan het werk gaan. Hij neemt de tijd om te herstellen. Johnson bedankte bij vertrek het ziekenhuispersoneel voor de goede zorgen. I have today left hospital after a week in which the NHS has saved my life. No question. It's hard to find words to express my debt. But before I come to that, I want to thank everyone in the entire UK for the effort and the sacrifice you have made and are making. En zowaar een niet-corona-gerelateerd bericht uit Oekraïne. Daar woedde in de buurt van de kerncentrale van Tsjernobyl bosbranden. Meer dan 300 brandweerlui proberen al een week lang het vuur in te dijken. Er worden ook vliegtuigen en helikopters ingezet. De brand brak uit rond de kerncentrale van Tsjernobyl. Daar had in 1986 de zwaarste kernramp uit de geschiedenis plaats. De overheid zegt dat in de buurt de grenswaarden voor radioactieve straling niet overschreden worden. Maar milieugroepen vrezen voor het vrijkomen van die radioactiviteit. En de olieproducerende landen zijn overeengekomen om hun productie met bijna 10 miljoen vaten per dag te verminderen. Het akkoord moet de olieprijs weer opkrikken. De prijzen van ruwe olie zijn de afgelopen tijd gehalveerd, omdat de vraag is gedaald door de wereldwijde economische vertraging door de coronapandemie. Ook de prijzenoorlog tussen Rusland en Saudi-Arabië speelde een rol in die prijsdaling. Amen. De Duomo van Milaan is een populaire bezienswaardigheid, maar al een hele tijd gesloten voor het publiek. Vanavond opende de kathedraal uitzonderlijk de deuren voor de Italiaanse toptenor Andrea Bocelli. Die bracht vandaar een uniek concert voor een lege kerk dus, maar wel live gevolgd op YouTube door ruim 2,5 miljoen fans. Zijn optreden vanavond in de Duomo van Milaan, enkel begeleid door de organist van de kathedraal, noemt Bocelli zelf geen concert, maar een gebed. Bocelli wil een boodschap van liefde, genezing en hoop verspreiden. Vorrei innanzitutto precisare che non si tratterà di una esibizione, bensì di una preghiera. A tutti gli effetti sarà e vorrà essere una preghiera per tutti coloro che soffrono, per tutti coloro che in questo momento stanno affrontando e combattendo contro una situazione che nessuno di noi avrebbe potuto immaginare fino a poco tempo fa. Amazing grace, how sweet the sound. Beelden van de kathedraal wisselen af met impressies van de lege straten in verschillende steden. Bocelli's boodschap is er één voor de hele wereld. Faccio volentieri e senza difficoltà perché sono un ottimista da sempre, sono un ottimista per natura. E poi chi ha anche una fede non può mai cadere nella disperazione, bisogna essere molto positivi, avere una speranza perché tutto questo sicuramente presto finirà. Prachtig. Morgen krijgen we eerst veel wolken. Met een spatje regen, later klaart het op. Maar het wordt wel veel koeler, met een duik van meer dan 10 graden ten opzichte van de voorbije dagen. We halen amper 11 graden, mijn excuses, en krijgen er ook nog eens een onaangename noordenwind bovenop. In Düsseldorf in Duitsland mochten mensen vandaag naar de drive-in cinema.
Niet voor een film, wel voor een paasmis. Honderden gelovigen konden zo Pasen vieren vanuit hun auto en samen met andere gelovigen op veilige afstand. Een mooie oplossing, misschien toepasbaar op andere evenementen, ik denk maar luidop na. Maar voorlopig blijven wij dus gewoon in ons kot. En met het gure weer van morgen zal dat misschien niet zo heel moeilijk zijn. Hou het warm binnen en vooral gezond. Tot kijk. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis.